Dus jij wil spieren opbouwen. Maar doordat er zoveel informatie op het internet is, zie jij door de boom het bos niet meer en weet je niet meer waar je goed aan doet. Vergeet niet dat dit een levensstijl is. Dat je niet zomaar even breed wordt. Spieren kweken kost tijd. Maar met deze 5 tips heb je in ieder geval een basis om goed te kunnen beginnen. Training. Om spiermassa op te bouwen is het noodzakelijk je eiwitsynthese te triggeren. Door krachttraining te doen beschadig je de spiercellen die met de tijd sterker maar ook groter worden, zodat jij de volgende workout weer PR's kan neerzetten. Blijf consistent, hou bij met hoeveel gewicht je de vorige training hebt getraind en probeer het liefst je spiergroepen iedere 72 uur te trainen. Hierdoor hou je je eiwitsynthese op gang en zul je blijvend resultaat boeken. Heb een plan. Een huis bouwen doe je ook niet zonder bouwtekening. Als jij serieuze spieren wil gaan opbouwen, is het niet aan te raden dat je zomaar wat in de sportschool of met je voeding gaat doen. Afhankelijk van het aantal trainingsjaren kun je bepalen wat voor trainingsprogramma bij jou past. Iedereen heeft zo zijn eigen lichamelijke limieten. Wat voor de een veel is, is voor de ander te weinig. Om het complete plaatje realiteit te laten worden, zul je bepaalde kleine doelen moeten stellen. En soms ook andere spiergroepen meer aandacht geven als de ander. Voeding. Om spieren te kunnen opbouwen, moet je natuurlijk je lichaam daartoe voeden. Ik heb wel naar de eerste de beste weight gainer gegrepen. Er zitten niet de beste voedingsstoffen in natuurlijk. Dus kom van die bank af. Neem een kijk in de supermarkt. Hele etiketten is. Zoek voor jouw lichaamstype de juiste EKV-verhouding uit. Als je spier wil aankomen, zal je boven je energiebehoefte moeten gaan eten. Als je wil afvallen, moet je onder je energiebehoefte gaan eten. Water. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water. Het is daarom ook logisch dat je er per dag genoeg van binnenkrijgt. Water zorgt ervoor dat alle vitamine, mineralen en voedingsstoffen goed naar de spieren worden getransporteerd. Het zorgt ervoor dat alle afvalstoffen worden afgedreven. Zorgt voor een betere spijsvertering. Het is ook logisch als er niet genoeg vocht door je lichaam circuleert, het spieren aanspannen moeilijk verloopt. Zie het als een smering van een motor. Zonder goede smering loopt alles in de pijp weer. Rust. Rust is essentieel bij het bouwen van spiermassa. Tijdens het slapen wordt door je hypofyse groeihormoon aangemaakt en die zorgt voor het herstel van je hele lichaam. Rust wordt zwaar onderschat en veel mensen denken dat zwaar trainen de sleutel is tot spieropbouw. Ja, training prikkelt misschien je spiergroei, maar het zijn nog steeds de voeding en je hormonen die bepalen hoe jouw lichaam reageert op de hele puzzel. Zelfs hazenslaapjes kunnen gunstig zijn voor spierherstel, maar vergeet niet dat je slaap niet kan inhalen.